Bezigheid nummer 1 in deze coronatijd is toch zeker wel wandelen. Velen van ons hebben de schoonheid en heilzame werking van de natuur mogen herontdekken. Wandelen is niet alleen gezond voor het lichaam, maar ook voor de geest. In Groen Geluk ga ik samen met wandelroutemaker Rob Wolfs op zoek naar de leukste en mooiste wandelroutes in de Gelderse natuur. Welkom bij de eerste aflevering van Groen Geluk. Vandaag ben ik in Rheden, waar ik samen met Rob een mooie wandeling ga maken door de Veluwe. We starten hier bij restaurant De Harmonie in Laag-Soeren, waar we via een route van bijna 6 kilometer zullen uitkomen bij de bijzondere Sprengenbeek. Hoi! Hoi, hallo! Lekker aan het genieten van het zonnetje? Ja, zeker. Lekker, heerlijk. Moeten we er vooral van gaan genieten? Ja, zeker. We gaan straks op pad. Heb je er zin in? Ja, uiteraard. Het is mijn lust in mijn leven, wandelen. Altijd leuk. Ik geniet er iedere keer weer van. En wat maakt voor jou deze route bijzonder? Vooral het thema van de Sprengen en de Sprengenbeken en de Sprengkoppen. Dat zullen we straks allemaal gaan zien. De watertjes hier in het bos. En die ook de geschiedenis van Laag-Soeren voor een heel belangrijk deel bepaald hebben. Dat vind ik eigenlijk het leuke van deze route. Is Rheden ook een plaats waar je goed kan wandelen? Ja, supergoed. Rheden ligt op de Veluwezoom. En de hele Veluwezoom is eigenlijk bij uitstek een fraai wandelgebied. Omdat je op de overgang van de Veluwe naar de uiterwaarden zit. Een beetje de randen van de randen en in de gemeente Rheden kun je daar ook volop van genieten. Je hebt natuurlijk de meest bekende postbank, maar je kunt van de postbank ook weer afdalen naar beneden en dan kom je bijvoorbeeld bij Kasteel Middachten in het IJsseldal. Dus ja, eindeloos wandelen hier. Nou, dan gaan we maar beginnen. Ja, is goed. Op stap. Yes, let's go. Onze route loopt via het bos Le Paradou, waar we langs het kerkje komen. Deze kerk, gebouwd in 1935, werd vroeger ook wel Heidekapel genoemd. In 2015 zijn de toren, bol en wijzerplaat gerestaureerd die deze kerk zijn kenmerkende uiterlijk geeft. Het is gewoon een apart gebouw. En ook hier zo achteraf, meestal zie je kerken gewoon in het centrum staan. Het staat eigenlijk op een hele rare plek. We wandelen in het bos Le Paradou. Deze naam is waarschijnlijk ontleend aan een boek van Victor Hugo en betekent het paradijs. Als ik zo om me heen kijk, kan ik me wel voorstellen waarom dit gebied deze naam kreeg. In de herfst schijnt het hier ook prachtig te zijn door de vele paddenstoelen die je er kunt vinden. Het is vroeger onderdeel geweest van landgoed Bethesda. Bethesda was het voormalige badhuis waar we aan het eind van de route langskomen. En het is een x-aantal jaren geleden is het naar natuurmonumenten gegaan. En midden op het landgoed staan ook nog twee huizen, villa's, die waarschijnlijk vroeger ook onderdeel zijn geweest van het landgoed. En je moet je voorstellen dat in de tijd dat het badhuis er was, in Laag-Soeren, daar waren zieke mensen en dit bos hoorde daarbij. En er waren ook mogelijkheden natuurlijk voor de zieke mensen om hier rondjes te wandelen. Dus, historical ground. Geestelijke gezondheid. Ja, ook. Ja, ja, geestelijk en lichamelijk. Hè? Want in het badhuis zaten vooral veel patiënten met reuma en jicht, maar ook wel mensen die inderdaad overspannen waren en psychiatrische problemen. Kennelijk was die watergeneeskunde, want daar draait het allemaal om, dat was een therapie om mensen met fysieke en geestelijke klachten weer beter te maken. Wat een mooi paardje hier. Prachtig, hè? Ja, ik vind het vooral omdat het leuk smal is en met die hoge bomen krijg je echt zo'n laantjes effect. Het wordt nog mooier als er blad aan zit natuurlijk. Oops.
Kijk, hier zie je al een eerste voorbeeld van een spreng. Die staat natuurlijk droog. Maar je kunt wel heel duidelijk zien dat het een gegraven iets is. Dat is ook typerend voor een spreng, een sprengenbeek. Het is een gegraven watergang. Je moet je voorstellen dat vroeger in dit gebied eigenlijk nog maar nauwelijks bos was. Dat je hier eigenlijk een beetje aan de rand van de Veluwe zat. En sprengen die worden gegraven aan de rand van de Veluwe. Okay. Ze gaan gewoon met de schop in de grond en ze gaan kijken of de water opborrelt. En als dat zo is, dan denken ze, hé, daar kunnen we wat mee. En wat ze gedaan hebben is, ze zijn verder gaan graven. Ze hebben een diepe geul gemaakt. Al het zand hebben ze aan de zijkant omhoog gegooid. Waardoor je ook langs die sprengen vaak hogere heuvels ziet. En die sprengenbeken die voeden uiteindelijk dan allemaal één of meerdere beken. Uiteindelijk bereiken we na een mooie tocht de bijzondere sprengenbeek. Dat is dan de sprengkop, zoals we dat noemen. En die sprengkop, dat is het punt waar mensen ooit zijn gaan graven en gingen kijken of daar water uit de grond kan sijpelen. En dat is hier dus zo. En als je naar beneden zou kunnen, dat kan hier niet, hè. Ze hebben de hek omheen gezet. Maar als je beneden zou kijken, dan zie je soms bij dit soort sprengkoppen ook echt het water borrelen. Dan zie je ook echt dat het omhoog komt. En de mensen die vroeger die sprengkoppen gingen graven, die deden dat vooral om molens te laten draaien. Want al die sprengen, die waren in eerste instantie bedoeld voor de papierindustrie en of voor de korenmolens. Er hebben in dit gebied, hier in Laag-Soeren, ook vier molens gestaan. Drie papiermolens en één korenmolen. En die sprengen, die voeden ook weer die beek waar langs die molens stonden. Onderweg kom ik nog veel meer natuurlijk schoon tegen. Dat zijn de verrassingen van de Veluwe. Als je denkt aan de Veluwe, dan denk je droog. Dat is het bos en een heuvel. En toch valt er op de Veluwe natuurlijk net zoveel water als in heel Nederland. Alleen het duurt even voordat het weer tevoorschijn komt. Van ongeveer 50 jaar zit het regenwater in de grond. En heel langzaam sijpelt het dan naar de zijkanten van de Veluwe toe. En dat is de reden waarom je rond de hele Veluwe dus overal van die sprengenbronnen tegenkomt. Bij Laag-Soeren stroomt de Soerense Beek. Deze beek met zijn sprengen is pas relatief laat in de tweede helft van de 19e eeuw gegraven. De sprengen werden onder andere gebruikt voor de papiermolens. Deze molens hadden prachtige namen. Nagedacht, goed gedacht en welbedacht. Uiteindelijk waren de molens niet langer rendabel, waardoor sommige zijn omgebouwd tot wasserij. Doordat de sprengen een constante temperatuur van 10 graden hebben, was dit de ideale plek. Een van deze wasserijen is nog steeds in gebruik. Wasserij Slijkhuis is ontstaan door de heer Slijkhuis, die enkele jaren pachter is geweest van de voormalige molen Nagedacht. Toen deze molen helaas afbrandde in 1898, heeft hij met de restanten het omgebouwd tot een wasserij. Met behoud van de karakteristieke eigenschappen van de molen. Tot op de dag van vandaag wordt hier nog steeds gebruik gemaakt van het Veluwse bronwater wat geleverd wordt door de sprengenbeken. Onze wandeling gaat verder richting de oude molenplaatsen die vroeger gebruik hebben gemaakt van het sprengenwater. Kijk, hier zie je het bordje Professor Winternietzlaan. En Winternietz was een van de vier Duitse artsen die werkte in het badhuis. Van de oude molens is helaas niet veel bewaard gebleven. Toch zijn er onderweg nog enkele overblijfselen die ons herinneren aan de ooit florerende papierindustrie. Van het sprengenwater is tussen 1850 en 1940 op nog een bijzondere wijze gebruik gemaakt. In het voormalig badhuis Bethesda werd ook wel watergeneeskunde beoefend, toen uniek voor Nederland.
Het schone sprengenwater bleek de ideale basis te zijn voor verschillende koudwaterbehandelingen. We eindigen deze mooie route met zijn rijke historie van Laag-Soeren bij het voormalige badhuis Bethesda. Ben jij ook enthousiast geworden om deze route zelf te wandelen? Ga dan naar onze website en download de kaart.